Goedemorgen en welkom bij een splinternieuwe dag. So lekker om met jou hierdie dag te beginnen. Ik zit nu met een hemp hier aan wat ik in Nieuw-Zeeland gekoop heb toen die Leeuws in die finale tegen Crusaders gaan spelen. En dit was een emotionele oomblik voor baie van ons spelers en voor ons span ook. En emotie is een baie werkelijke ding van een mens. Ja, jy vanoggend kyk, voel je misschien opgewek of je misschien voel misschien hartseer. In die woord is het baie duidelijk dat ons vleeslike emoties kry en geestelike emoties. Nou, die geest van, ach, die vruchte van die geest is die geestelike emoties. Dis liefde, geduld, sagmoedigheid, selfbeheersing. Vleeslike emoties is woede, teleurstelling, ongeluk, vrees. Dis alles vleeslike emoties. My vraag is, deur wat word ons beheers? Word ons beheer deur vleeslike emoties of geestelike emoties? As jy vandag die emosie ervaar, vraag, is het vleeslik of geestelik? Geestelik ben altyd, geniet het.